scherp op Sanchez Angulo, die zich daar handig uitdraait. Maar verliest dan de bal aan Vink. Vink speelt de bal meteen diep richting Kutsch. Goed verdedigd door Blokland. Slordigheidje bij Hamdi. Grot. Ja, voorop zijn ze aardig handig bij TEC. En Vink is een lepe voetballer, want die denkt altijd vooruit. Grot. Grot. Ineens is daar 1-0. Ja. Kutsch. Ik zei het. Ze zijn leep, ze zijn handig en ze kunnen scoren. Serhat Kutsch bewijst het weer voor TEC. Zijn 13e van het seizoen. Mengerink, plat. Mengerink, de voorzet. Berghout. Zo! Ja, dit had de gelijkmaker kunnen zijn. Plat. Met zijn linker richting Mengerink. Nou, ja, zo kan het ook natuurlijk. Weggewerkt door Hamdi. Nou, is dit de kans voor Grot? Nee, oh, van de lijn afgehaald door Blokland. Daar was bijna de 2-0. Wat een geluk voor de koploper. En hij is voorlopig de held. De omschakeling van TSC met Vink. Met een lekker balletje op Grot. Grot is snel. Grot is daar de 2-0 mee. Wake-up call 2 voor Katwijk. Plat. Richting Mengerink. Mengerink kan aannemen. Is dit het moment voor Mengerink? Nee! Weer Zeller. Katwijk moet minstens een punt overhouden aan dit duel. Ter Voort is Heideman. Nee. Van Gessel. Kuiper. Die is ook sterk trouwens. Kuiper. Kuiper met de voorzet. Kutsch. En... oh. Kutsch. 2-2. Kan TSC dit uitspelen? Kutsch. Met een actie. Kutsch. Vermeer en Kibo. De vertwijfeling bij Van den Berg. Kuiper. Kuiper. Oh, heerlijke actie. Kuiper. Ja, het wordt ook nog 2-0. Wat een invalbeurt trouwens. Het is de wind. Ja. Net binnen. En hij zet TSC dus op een 2-0 voorsprong. En de verslagenheid is er bij Katwijk. En het feest bij TEC dat dus 3, dat moet ook gezegd, belangrijke punten pakt in de strijd tegen degradatie.